stelde de Leep PT zelfrijdende veldspuiten reeds voor in 2019. Door de coronacrisis duurde het echter even voordat we deze spuit in België konden bekijken. Een demo-unit doet nu de tour langs de Belgische dealers. We konden deze zelfrijder van dichtbij bekijken bij Technea in Tienen. De Horsleep PT 6.300 is een zelfrijdende veldspuit met een polyethyleentank van 6000 liter. Er bestaat ook een grotere uitvoering, de PT 7.300, met een inoxtank van 7400 liter. De machine wordt aangedreven door een FPT NEF 67 zescilinder motor van 310 pk die voldoet aan de Stage 5 normen. De wielaandrijving gebeurt hydrostatisch. Elk wiel is afzonderlijk geveerd voor een optimale aanpassing aan de bodem en comfortabel rijgedrag, zowel in het veld als op de weg. De topsnelheid op de weg bedraagt 40 km per uur. In het veld kan aan maximaal 25 km per uur gespoten worden. De zelfrijder heeft een vaste spoorbreedte van 2 of 2,25 meter. De bodemvrijheid is 1,25 meter. De cabine is ruim en licht met goed zicht rondom. De Isobus terminal voor de instelling van de veldspuit vinden we terug op de armleuning. Machinegevens zoals snelheid, toerental en dergelijke kunnen we aflezen op de terminal op de A-stijl rechts. De bediening verloopt via een multifunctionele joystick en een aantal schakelaars op de armleuning. Voor lange dagen in het veld voorzag Horsch ook een geïntegreerde coolbox in de cabine. Het vullen van de tank en het mengen van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt langs de rechterkant van de machine. Via een eenvoudig bedieningspaneel kunnen alle nodige functies bediend worden. De Horsleep PT kan uitgerust worden met een spuitboom van maximaal 45 meter. De demo-machine die we hier zien heeft er eentje van 36 meter. Er zijn minimaal 5 secties, maximaal zijn dat er 42 op de breedste spuitboom. De spuitboom is aan de Leep opgehangen via een parallelogramsysteem met schokdemping. De minimale spuithoogte bedraagt 30 cm, maximaal is dat 2,5 meter, afhankelijk van de gemonteerde banden. Voor de bodemvolging ontwikkelde Horsch het boomcontrolesysteem, dat gebruik maakt van hoogtesensoren. Boomcontrol Eco maakt gebruik van 2 sensoren, bij Boomcontrol Pro zijn dat er 4, met optie van 6 sensoren voor ruggeteelt. Boomcontrol Pro Plus heeft standaard 6 sensoren. Het boomcontrolesysteem maakt het mogelijk zeer dicht tegen het gewas te spuiten en zo drift te reduceren. Heb je nog vragen over de Horsch Leep? Stel ze gerust in de comments. We zoeken met plezier een antwoord voor je. En vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal.